De voorbereiding zit erop. Vrijdag speelt NEC het eerste duel van het nieuwe seizoen in de Jupiler League. Nijmegenaren starten in eigen huis tegen Almere City. Pikant detail is dat NEC eerder deze week Sven Braken vanuit Almere naar Nijmegen haalde. Trainer Adrie Bogers zal de twee nieuwe aankopen van deze week vrijdag nog niet laten spelen. Nee, die hebben uiteindelijk nog geen enkele groepstraining met andere spelers gehad. Dus ja, dan is het heel lastig. En wij zijn natuurlijk al vanaf maandag in voorbereiding naar Almere. Dus wat dat betreft zijn ze eigenlijk net te laat, jammer genoeg, aangesloten om er echt al gebruik van te kunnen maken. Ook werden deze week de nieuwe rugnummers bekend. Opvallend was het nieuwe rugnummer van Joshua Smits. Hij draagt dit seizoen nummer 1 op zijn rug. De trainer wil daar echter geen conclusies aan verbinden. We hebben gewoon in overleg met de spelers de rugnummers besproken. Nou, heel veel nummers waren gewoon vrij. Greg heeft altijd 34. Nou, die heeft nog steeds 34. Joris kwam zelf met het idee voor 28. Voor ons was het allemaal niet zo spannend. Bogers gaat vanaf het begin voor de winst. Dus ook tegen Almere City. Ja, dat doen we altijd. Ik bedoel, of dat Almere is of een andere tegenstander. En vooral thuis moeten wij gewoon spelen voor de winst. En dan moeten we gelijk aan het publiek laten zien wat de intenties zijn. En dan achteraf is het altijd de vraag van of het gelukt is of inderdaad die 3 punten in huis zijn gebleven. Maar daar gaan wij zeer zeker voor. Vrijdagavond om 8 uur in het Goffertstadion in Nijmegen. NEC, Almere City.